Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20 en in de vorige aflevering hebben we de eerste baas verslagen, namelijk de Eye of Cthulhu. En heb ik een paar vragen gekregen en alles, maar ja, vergeet niet, dit is aflevering 6, dus we gaan ook nog eens een keer beginnen met een Wall of Awesome comment. Ik heb even getest hoe dat het ging, ik heb een paar comments gelezen. Sommigen hadden gerequest dat ik een speciaal huisje zou maken voor de Wall of Awesome comments. Ik heb besloten om dat gewoon hier in dit huis te doen. Om precies te zijn, hier hebben we dus zeg maar onze, ja, we hebben dit het flashback huisje genoemd. Dus zeker leuk, in deze sprong kunnen we alleen maar maken als we dus echt zeg maar op de hoek gaan. Omdat de plateautjes die staan net iets te hoog. Maar dat maakt niet uit, daar kunnen we wel gewoon overheen lopen. Dus de Wall of Awesome comments die gaat als volgt. Alle comments die komen dan hierboven te ritsen, zo. En hieronder komen comments te staan. Daaronder kunnen we nog heel erg veel armor stands maken. Dus misschien kunnen we nog aan de zijkant borden plaatsen. De borden komen gewoon in het flashback huisje. Dat lijkt me wel het leukste, omdat ja, ik neem jullie allemaal mee. Daarom praat ik altijd in we-vorm van we gaan vandaag. Dus daarom vind ik dat jullie eigenlijk in het flashback huisje moeten. Omdat ja, aflevering 1 is eigenlijk van aflevering 1. We zitten nu in aflevering 6. Dus ik vond het hier wel bij passen. Verder was er een request gemaakt of ik een huis wou bouwen met allerlei trophy stands en achievements en alles. Nou, het flashback huisje, dat is natuurlijk voor onze achievements. En er komt een huis die ik zelf ga maken. Waar dus zeg maar alle trofeeën en alles terechtkomen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Ik ben ondertussen alweer een minuut aan het leuteren zonder dat ik zeg. Er zijn een paar veranderingen. Zoals je ziet, het land is een stuk vlakker. En dit zie je nou als een soort van piramide. Daar ben ik al een beetje mee bezig geweest. Ik zal het heel even laten zien. Want het doel van deze aflevering is om jullie te laten zien dat er veel meer is dan Terraria dat we tot nu toe gezien hebben. Ja, ik ben al een beetje bezig geweest met deze berg. Ik heb daaronder die dungeon zo neergezet. Dus die berg moet ik nog verder... High slime. Dit werk moet ik verder natuurlijk nog bewerken. Maar in deze aflevering gaan we dus verder met exploren. Want tot nu toe hebben we dus, als we op onze map kijken, maar één biome gezien. Dat is onze gewone normale biome. Gewoon grasland, zoals ik het maar noem. En als we dus verder gaan kijken, zien we dus zeg maar dat we flink geëxplored hebben. We hebben een underground mushroom biome gevonden. En voor de rest hebben we dus zeg maar nog twee kanten, zeg maar, omdat we ingesloten zaten tussen corruption en corruption. Nou, daar wou ik even iets meer over vertellen, omdat ik heb daar in de afgelopen 5 afleveringen, omdat het begin is, niet echt veel over verteld. Dus ondertussen dat we verder gaan exploren, ga ik dus over de biomes praten. Iedere wereld komt met een set van biomes. Je hebt één grote jungle biome. De jungle, zei ik al, is heel erg belangrijk, daar heb ik al over gepraat. Die zit, even kijken, heb ik nog genoeg hout? Nou, ondertussen doe ik nog heel eventjes hout meenemen voor de science later. Dus ja, je hebt dus zeg maar gewoon de normale biome. Je hebt een jungle biome, dat is één biome. Die zit links of rechts van je spawnpoint. Ligt eraan, dat is altijd anders. Je hebt een ijs biome, waar dus zeg maar alles bevroren is. Je hebt de oceaan biome, die zitten allemaal op de edges van de world die we zeker deze aflevering gaan zien. Ik ben blij met mijn katana in ieder geval. Even kijken, dan heb je natuurlijk, zoals ik al eerder had gezegd, de Corruption en de Crimson Biome. Die krijg je meerdere, ligt eraan hoe dat het gegenereerd wordt. Sommige werelden die kunnen er 5 hebben, sommige werelden kunnen er 3 hebben. Ligt eraan ook hoe groot het je wereld is. Dus ja, wij hebben dus een corruptiewereld, zoals ik al zei, en een crimson wereld. Werkt bijna eigenlijk hetzelfde. De corruptiewereld is iets new player vriendelijker, omdat de corruption biome die heeft zeg maar instant dead holes. Dat is het gevaarlijke van een corruptie biome. En een crimson die heeft een soort van zigzagpad naar beneden toe. Alleen is moeilijker om sommige items te krijgen. Dus ja, het is wel een beetje goed in balans als je mij vraagt. Nou, heb ik het dus zeg maar over die biomes gehad. Maar er is nog een biome, maar die komt pas later in het spel. Ja, het spel breidt zich nog zelfs uit op het moment dat je aan het spelen bent. Wow. Dus ja, zoals ik al zei, het spel is echt heel erg groot. Zeker een aanrader en natuurlijk de giveaway, ja, die zit erbij. En dan kun je het spel winnen eventueel. Dus, maar dat zien we pas op het einde van de let's play. Daar kan ik helaas niks aan doen. Nou, met dat uitgelegd te hebben. Fiverr is er natuurlijk ook weer bij. Heel veel die zijn blij met Fiverr. Fiverr, ik ben ook blij met jou. Juist. Dus ja, zeker heel erg handig. Ik zie al tot het donker wordt. Ik denk dat ik nog één boom omhak en dan gaan we gewoon verder. En nou hoop ik niet dat ik dus zeg maar na mijn dead val. Want we hebben geen double jumps. Het enige wat we hebben is running boots. We kunnen ons vasthouden aan een muur tot we naar beneden glijden. We kunnen iets harder rennen en we hebben iets meer defense. En we kunnen zien hoe diep dat we zitten. En we zitten nou 228 feet boven zeelevel. Dus ja. Goed, dus we gaan nou naar, ja, door de corruptiebiome heen. We gaan er nog niet in. Daar beneden zit dus zeg maar een baas voor ons te wachten. Daar wil ik wel deze week al naartoe gaan, dus dat komt zeker voor elkaar. Maar ik wil eerst eventjes een beetje meer van de wereld zien, hoe dat onze wereld eruit ziet. Ik wil hier niet naar beneden vallen. Als je naar beneden valt, dan echt serieus, dan heb je zo een instant death te pakken. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Zeker met de knockback. En deze dorens, die doen ook nog eens een keer pijn, daar wil je zeker voor uitkijken. Nou...
Dus nou hoop ik dat deze corruptie bij hem niet al te groot is en dat we hier dus zonder probleem zeg maar kunnen exploren. En nou was er ook een vraag of ik al het zwarte weg wou halen door alles te gaan exploren. Dat is praktisch bijna onmogelijk. Ik bedoel, ik denk iets van 50% is alleen maar dirt, steen, modder, lava, weet ik het allemaal nog meer. Dus je zou niet al het zwarte weg kunnen halen en daar gaan we ook zeker niet beginnen. Overworld wel. Ik bedoel, wat we allemaal boven vinden, dat zul ik zeker alles proberen te laten zien. En ik weet het, het wordt heel erg donker, dus ik moet weer heel erg veel met shift gaan lopen spelen. Aangezien dat het nacht wordt. En hier komen we dus bij onze Frostbiome, waar we zeker ook nog iets moeten vinden. Dus handig om te weten waar dat die zit. Nou hoop ik ook eigenlijk nog een paar houten kistjes te vinden, omdat er zit nog een item in een houten kistje dat ik eigenlijk best wel zou willen hebben. Het is niet echt noodzakelijk, maar het item wat ik eigenlijk zou willen hebben, dat is zeg maar de... Ik heb nou de climbing boots, als ik me niet vergis. Shoe spikes. Maar je hebt dus ook zeg maar de wall climb claws, of de climb claws, of hoe dat het ook heet. En als je die combineert, dan is dat eigenlijk best wel handig dat je dan zeg maar tegen muren aan kan hangen. Dus die wil ik eigenlijk hebben. En in de ice biome, daar kan ik ook zeg maar ice boots vinden. Of ice skates, zoals ze heten. En die kan ik later combineren zeg maar met de running boots, waardoor dat we zeg maar niet meer uitglijden op ijs. Wat zeker handig is. Goed. Nou, met dat allemaal uitgelegd te hebben, gaan we dus gewoon heel eventjes exploren. Want ik weet ook niet aan welke kant dat de jungle zit of aan welke kant dat er een dungeon zit. Want we hebben ook nog de dungeon waar we nou ook zeg maar nog niet naartoe kunnen. Ja, we kunnen hem wel zien en we kunnen wel even hoi zeggen tegen de gast die het daar bewaakt. Maar we kunnen nog helaas heel weinig doen in de dungeon. Dus ja, het is wel handig om te weten waar dat die zit, maar we kunnen er helaas nog niks mee doen. Dus ik wil gewoon een beetje kijken, hoe ziet onze wereld er verder uit? Liggen eronder nog kistjes? Hoor ik een zombie? Sla ik hem tegen zijn muil aan met mijn katana? Daar ben ik ook heel erg blij. Dan ben ik een blij konijntje, net zoals Fiverr, die is ook een heel blij konijntje. En zo te zien heeft hij het mij vergeten. Toch Fiverr? Ja, je hebt het wel vergeten. Dus. Oké, nou hebben we weer wat vliegende ogen. Dan kunnen we weer als we willen. Ik vergeet steeds. Ik doe de hele tijd in mijn testopname, niet een testopname, maar in mijn test van, hoe kan ik het beste dit aanpakken, hoe kan ik het beste dat aanpakken, tot we niet te lang gaan, dat is best wel een kleine ice biome. Oké, een ice biome is een ice biome. Mij hoor je niet klagen, heel geluid. Dus, wat was ik aan het vertellen? Iets over, ik ben het alweer kwijt, zo goed gaat het met mij. Nou, we hebben hier in ieder geval een kistje, wat zit erin, wat hebben we voor me? Ja, kijk, hier hebben we de climbing claws. Die wou ik hebben. Dan kan de depth meter die kan even weg. En we krijgen... Oh, er zit extra defense op. Dus die kunnen we allebei eventjes nou equippen. Extra iron. Oké, dat is hartstikke handig. Kistje jatten we weer gelijk mee. Dat is alleen maar handig voor ons huis. Dus een shine potion. Misschien dat het handig is in duisternis zoals nu. Ik weet niet. Ik heb ze nog nooit gebruikt. Laat ik eens eventjes... Een aura of light. Juist. Dat is let's play vriendelijk. Oké. Dus dan kunnen we tenminste beter zien waar dat ik loop op de camera. Net zo goed, want ik had gezien dat het dus zeg maar net zo donker is. En dat het dus moeilijk te zien is wat er allemaal op scherm gebeurt. Dus deze potion geeft 5 minuten licht. Hartstikke handig. Is let's play vriendelijk. Laten we de let's play vriendelijk potion noemen. Waarom ook niet. Dus om nog heel eventjes terug te komen over Meat Boy in dit weekend. Ja, sorry, het is best wel moeilijk. En ik zit er zelfs aan te denken met editen. Omdat het zo gigantisch veel editwerk is. Om het dan gewoon zeg maar... want ja, ik ben bang dat ik volgend weekend ook alleen maar 1 aflevering klaar kan krijgen. Dus ik zit eraan te denken om de stream zeg maar te gaan starten. Tot ik dan in plaats van... YouTube video's maak met knippen en plakken en alles. Dat ik het gewoon ga livestreamen. Weer een kistje, by the way. Blowpipe. Die kunnen we weer verkopen. Poef. Zo. Dus tot ik dan zeg maar het ga livestreamen. Dat we dan mensen gewoon het live kunnen zien. En dat ik gewoon heel die livestream dan op YouTube zet. Is wel een video van. Ligt eraan hoe lang dat die livestream dan duurt natuurlijk. Die zal onbewerkt zijn. Maar dan kun je de chat zien en alles. Dus laat eventjes weten hoe dat jullie erover denken. En voor de mensen die geen Meat Boy kijken. Vergeet maar wat ik gevraagd heb. Dus, ondertussen nog steeds heel veel force. We hebben 2 kistjes gevonden, op zich niet heel erg verkeerd. Werd dus geblokt door die corruptiebiome waar we niet doorheen konden zonder armor. Ik zie er eigenlijk best wel creepy uit met die klauwhanden die ik nou heb. Dus ik hoop dat ik Fiverr niet afschrik ermee. En ik weet niet welke... Ik heb nog geen jungle gezien, dus misschien dat aan deze kant een dungeon dan zit? Ik weet het niet. Ik bedoel, het is best wel creepy om zo hier helemaal doorheen te lopen. Heb ik mijn recall potions? Ja, dus we kunnen makkelijk wel weer terug. We hoeven niet heel de pokken terug te lopen op het moment. Ik weet het, er ligt heel veel iron. Maar op dit moment zijn we niet aan het minen. Op dit moment zijn we aan het exploren. En hey, met exploren vinden we dus heel erg veel kistjes. Weer climbing class, wat is dit? Oh, hey, wil je even wachten? Dat is gewoon normaal. Oké, dat is default, dus die kunnen we gewoon verkopen. Zat er ook iets van potions bij? Ik heb niet gezien. Ik heb niet snel gezien wat voor potions dat het waren. Dus gewoon eventjes het kistje. Even kijken, wat is dit? Night Owl, increase night vision. Misschien is dat ook let's play vriendelijk. Ik weet nog een kistje. Oké.
Heb jij defense? Nee, oké. Okay, nou. We hebben ondertussen al twee van die klaar. Ik vraag het één keer. Spel, je bent geweldig. Je bent lief. Ik ben echt blij met je. Ik bedoel, het spel is nou zo lief naar ons. Dat ik gewoon zeg maar, ik zeg wat ik nodig heb. En het spel geeft het gewoon aan mij. En ik weet het, jullie houden van de Let's Play vloek. Maar geloof me, de Let's Play vloek die gaat nog gemeen worden hoor. Ik weet het zeker. Er zijn een paar dingen die we dus zeg maar in dit spel moeten hebben. Wat luck-based is. En dan hebben we een probleem. En oh ja, ik was vergeten te vertellen. We hebben ook een Desert Biome. Dus de Desert Biome wordt mede mogelijk gemaakt door zand. Hier overal te krijgen. Onthoud die naam. Oké, nou, dat was een kort van Aladdin. En hier hebben we dus de dungeon. Voor de mensen die aan het meespelen zijn voor de eerste keer, eventjes een waarschuwing. Wat je ook doet, ga hier niet naar beneden toe. Als je hier naar beneden toe gaat, dan komt er een monster en die kilt je in één hit. Ga daar niet naartoe. Je moet met deze gast praten s'avonds en dan zeg je dat je hem wilt bevrijden van zijn curse. Verandert hij in een baas en die baas moet je verslaan voordat je daarin kan. Dus ga daar niet naar binnen toe. Doe dat niet. En ja, door die climbing class gecombineerd met de shoe spikes kunnen we dus nou zeg maar lekker tegen de muur aan blijven hangen. Lekker blijven plakken, zullen we maar zeggen. Nou, wat hebben we hier nog meer? Want ik denk dat we nou hier verder dan zeg maar dicht bij de ocean biome zijn. Dat is eigenlijk de end of the map. Ik bedoel, daar zijn we nou heel erg dichtbij. Voordat de vraag gesteld wordt, nee, je kunt niet van de map afvallen. Op het moment dat je op het einde van de map komt, dan kun je gewoon niet verder die kant op. Dus ja, er zit een limit op de wereld. Dus, en aangezien dat jullie het zo grappig vinden, in tegenstelling tot Minecraft, zit hier echt een visuele end of the world. Ik weet in Minecraft, als je op het einde van de wereld bent, dan krijg je gewoon, dan zie je de rest nog van de wereld, maar dan kun je daar niet doorheen, want je hebt de limit gehaald of zoiets, bla 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 bla. Hier is het gewoon heel erg simpel. Je ziet de limit en het is gewoon eigenlijk een muur. Het is gewoon de muur van de wereld. Dus, auw. Zombies, jullie zijn irritant. En ik heb nog maar heel weinig Shining Potion over. Ik heb nog maar iets van 50 seconden. Dus, oké, nou een extra desert. Hartstikke leuk. En we hebben ook nog de andere kant exploren. Dus ik weet niet hoe dat die eruit ziet. En we zitten pas 12 minuten in deze aflevering. Dus zoals ik al zei, dit wordt echt een explore-aflevering. Zo, voice crack. Dus, waarom ook niet? En de grappling hook kan heel erg handig zijn. Mochten we dus zeg maar weer ergens een dungeon ingaan, zoals bijvoorbeeld de frost biome. Maar zoals ik al zei, ik wil zeker een corruptie biome in. Omdat dat zeg maar onze progress. Dat is eigenlijk onze volgende stap waar we nou naartoe moeten gaan. Oké, nou, we zijn hier bij de oceanen biome gekomen. En hey, kijk, een NPC. Sleeping Angler. Who may you be? I was totally just running or anything. Oké, nou, ik ga voor jou een huisje maken zodat je bij ons kunt komen wonen. Als je hem helemaal wakker maakt, dan is dat dus zeg maar een NPC die is bij je gaat komen. En hier hebben we dus de gevaarlijke oceaan. Waar ik heel eventjes snel ga kijken of we hier een kistje vinden. En anders gebruiken we een recall potion. Want je weet dat je hebt niet oneindige lucht. Dus we moeten... Oké, we hebben hier een kistje, we hebben hier een kistje. Wat zit erin? Ik zou het niet weten. Even snel pakken. Ik zie nog een kistje. Haal ik dan met mijn air? Haal ik dan met mijn air? Kom op. Kijk, hier. Zie je, we kunnen niet verder. Oké, loot het nog een keer. En pak het kistje. En wegwezen uit het spookhotel. Spook. Oké, we hebben heel veel recall potions. Maar nog geen Magic Mirror, dus op zich zitten we nog goed. En ik moet echt zeg maar beginnen ook aan een eigen huis te maken. En ik heb een leuk idee voor een huis. Het enige probleem is, ik zit nog... Ik wil daar zeg maar van een bepaald materiaal maken en daar hebben we speciaal iets voor nodig. En dan hoop ik dat ik daar hier kan vinden. Ster. Hoeveel sterren hebben we? 8. Oké. Dus ik doe heel even offscreen eventjes mijn inventory. Trouwens, laten we heel even kijken wat we gevonden hebben. Een breathing reed. Increase breath time and allows breathing in water. Oh, dat is ook zo'n item die je dus vast moet houden. Zwaar irritant, geen zin in. Deze, daar hebben we al eentje. Deze die is beter, want die geeft 3 defense. Deze geeft er maar eentje aan melee speed. Oké, nou, dan gaan we eventjes de boel verkopen. Deze die mogen weg. Deze die mag weg. Dus die mag weg. Nou, die wil ik nog een paar bewaren. Depthmeter zou ik nog eventjes bewaren. Gewoon voor de lol, zullen we maar zeggen. En eventjes kijken. Ja, Quake Bloop, die zei ik al dat hij weg mocht. Deze die gooi ik dus ook weg. Wat voor potions hebben we nog verder gevonden? Swiftness potion, zorg ervoor dat we sneller lopen. Misschien is er wel eentje handig om te gebruiken, maar die is ook heel erg handig bij baas. Dus ik zal die nog heel eventjes bewaren. Night Owl potion, die had ik het al over. Ik weet niet of dat echt handig is of niet. Dus dat zie ik later wel. Ik heb voor de rest niet echt veel wat ik kan verkopen. Ik heb alleen heel erg veel ropes. Ik heel eventjes mijn inventory clearen en ik ben zo bij jullie terug. Oké, nou, ik heb de 2 waterkistjes hier eventjes bijgeplaatst. Ik heb mijn inventory eventjes weer goed geleegd. Ik heb nou ook voor de, ik heb deze niet opgeslagen. Slim! Ik had deze de accessories genoemd. Dus heel eventjes overnieuw. Jullie weten hoe goed dat ik ben met typen. Accessories. Zo, en het grappige is, ik typ het toch goed ook. Dus daar stoppen we alle accessories in. Hier heb ik ook summon. Daar hebben we onze wortel in gedaan om Fiverr op te roepen. Mochten dus zeg maar Fiverr battles aflopen. Tot we Fiverr weer terug kunnen roepen. En ik denk dat we gewoon heel eventjes nou snel de andere kant gaan exploren. En als we de andere kant hebben geëxploreerd, dat we dan de wall of de eerste wall...
de eerste comment van de wall opgehangen. Ik heb eventjes gekeken hoe het met Science werkt. Ik kan een hele comment gewoon plaatsen. Maakt niet uit hoe groot dat de comment is. Dus ja. Ja. Dus zoals je ziet, vlakland, zoals ik dat offscreen eventjes heb gedaan. Daar wordt onze battle arena later. Dus dan komen we dus zeg maar bij onze andere corruptie biome aan. Dus we mogen dadelijk kiezen welke corruptie biome dat we eigenlijk dus zeg maar gaan exploren. Maar ja, we weten nog niet precies wat we hier allemaal tegen gaan komen. Dus ik loop hier gewoon heel eventjes naar doorheen. Kistjes, ja, ik zal ze nog wel kunnen looten. Aangezien dat, ja, er kan geld in zitten. Dus altijd handig om geld bij je te hebben. Ik weet zeker dat er geen cloud in een bottle in een houten kistje zit. Dat is best wel jammer. Waarom heb ik zo'n gevoel dat ik hier ga vallen als jullie mij nou een hele verkeerde tik geven? Hey, zilvercoin, die wil ik hebben. Ik weet zeker dat ik ga vallen. Oké, dan moet ik heel erg snel press I drukken. Want dan weet ik zeker dat ik het overleef. Maar wie zegt dat ik daar snel genoeg voor ben? Ik bedoel, moet je kijken hoe gigantisch dat die gaten zijn. Oké, nou, heel voorzichtig. Hoppakee. Hey, ik ben too pro voor jullie. Ik bedoel, in de livestream is dit toen heel erg fout afgelopen. Nogmaals voor de mensen die de livestream gemist hebben of niet wisten dat het een livestream was. In de livestream heb ik dus zeg maar een test gedaan van, nou, wat is het leukst om over te commenten? Wat kan ik het beste eruit knippen? Dat soort dingen. En toen ben ik heel vaak doodgegaan in de corruptiebar omdat ik constant naar beneden was gevallen. Omdat ik dus zeg maar de knockback kreeg van een vijand. Nou, aangezien dat we nou weten, praat veel. Er was zelfs een comment van, joh, vergeet niet wat te drinken. Ik heb altijd een fles aanmaak bij me, dus tussen knips drink ik altijd wel wat, maak je daar geen zorgen over. Maar nadat we weten dus zeg maar dat de dungeon aan de ene kant zit, weten we dus dat aan deze kant de jungle zit. En de jungle is nu nog extreem gevaarlijk. Maar ik wil toch een beetje avontuur erin gooien. Dus ik wil de bovenkant helemaal geëxploreerd hebben. Dus wat we gaan doen is we gaan gewoon door de jungle heen rushen. We hebben health potions bij ons. Dus hopelijk loopt alles goed. En zo niet, dan loopt het wat minder soepel. Ik hoop eigenlijk een gigantische boom te vinden. Oh, we hebben weer een kistje. Oh, wat zit er hierin? Een aglet. 3 movement speed. Deze heeft niks. Dus deze is beter. Nice. Geef. Mooi, die kunnen we dan gewoon verkopen. Ik bedoel, waarom ook niet? Oké, die kunnen we meenemen. Weer een kistje erbij, hartstikke leuk. En wat ik eigenlijk zoek is een... volgens mij is dit een cave. Is dit een cave? Helemaal? Geen kistjes? Nee? Oké, dan gaan we weer terug naar boven toe. Want wij gaan vandaag niet in een cave. Daar heb ik helemaal geen zin in vandaag. Dat doen we morgen wel. In een specifieke cave, niet in een normale cave. Dus voor de mensen die al gaan zuchten van... Nee, dat wordt weer een mine aflevering. Nee, absoluut niet. En vergeet niet, minen is heel erg belangrijk, maar... Later gaat het minen steeds en steeds sneller. Het wordt steeds en steeds gevaarlijker. En hoe vaak ga ik nog steeds zeggen? Ik heb geen flauw idee. Maar ik hoop... Oeh, dit is diep. Hallo? Hoe wil ik? Dit is een behoorlijke heuvel. Durf ik dit zo? Als ik val, ben ik dood. Weet je wat? Screw it. Even een seconde. Dan maar even zo. Ik ben er gewoon even doorheen gegraven. Want echt serieus, ik ga niet risico's nemen als het niet nodig is natuurlijk, hè. Ik bedoel, ik probeer het toch om de dead count zo laag mogelijk te houden. Ik bedoel, kom op zeg. Dus, er is trouwens nog één ding wat ik vergeet. Nou, ik denk dat ik dat beter uit kan leggen in de volgende aflevering. Ja, ik leg dat beter uit in de volgende aflevering. Of het zou nou moeten gebeuren en ik stoot tegen mijn microfoon aan. Jullie zijn het gewend van me. Nou, ik zie helaas nog geen grote living tree. Dat is een gigantische boom. Nou, hier hebben we de jungle al. Dus, hier lopen we heel snel doorheen. En hier wil ik echt geen seconde te lang in blijven. Want het is hier hartstikke gevaarlijk. En oh fijn, we hebben dus een corruption biome in de jungle biome. En dat is helemaal niet echt prettig. Nou ja, maakt niet uit. Dat is latere zorg waar we ons nou nog niet druk over hoeven te maken. Dus snel denken. Think fast. Oké, goed zo. Oké, nou, het is niet zo'n grote corruptie, dus we hoeven er niet zo erg ons druk over te maken. Maar nog steeds hebben we dus geen Living Tree Wand. En een Living Tree Wand, het nadeel is op het moment... de Living Tree Wand, die vind je altijd, zeg maar, in een generated houten... In een gigantische boom. En die heeft dan een soort van kleine dungeon naar beneden toe, die dan, zeg maar, onder de grond ingaat. En daarmee kunnen we dus zeg maar speciale blokken maken en daar zit een loom in. Dus het nadeel is, op het moment dat hij niet in deze wereld gegenereerd is, ben ik dus helaas genoodzaakt om hem eventjes van een andere wereld, waar hij wel is ingespand. Jullie hebben gezien hoeveel werelden dat we hebben.
om dat dan heel eventjes te laten zien. Het enige nadeel is, we moeten dan een andere wereld in. En de meeste werelden die zitten dus zeg maar op een punt waar dat er dus zeg maar spoilers in zouden zitten van deze serie. Dus mocht die hier niet in zitten, dan moet ik heel eventjes uitvogelen hoe dat ik dat toch laat zien. Want ik wil die materiaal toch graag aan jullie showen. Dus dat zien we wel als we het einde van de wereld weer hier aan deze kant hebben gezien aan de linkerzijde. Dus kan ik hier gewoon eventjes... poef. Juist. Oké, nou, dan doen we dat. En dan spring ik hier en dan zeg ik zo en dan springen we hier overheen. Oké, heel veel water in de jungle, want ja, het is een jungle. Walking through the jungle when the moon is shining bright. I'm not really sure if that bat sleeps tonight. Siritant, hoe gaat het ermee? Nou ja, die zijn eigenlijk sterker dan de Siritants die we eerder hebben gezien, dus... En ja, de terugverkeer van Siritant. Ik heb het gelezen, jongens. Heel leuk dat jullie hem nog herkennen. Dus voor de mensen die hem niet kennen, Siritant is eigenlijk een Pokémon van mijn Pokémon Crystal Let's Play. Die is toen Siritant genoemd, omdat Zubat was eigenlijk zeg maar de meest irritante Pokémon toen die tijd. Pokémon Red, Blue. Ik denk zelfs ook nog wel Gold en Silver. Dus ik weet niet of het vandaag de dag nog steeds zo irritant is. Ik ben een beetje zeg maar van de oude Farfetch Clan, die van de oude Pokémon dingen kent. Dus... ja, in ieder geval, hier hebben we ook van de desert. Ja, is heel erg handig om cactus mee te nemen als eerste defense. Kon je daar heel erg snel bij komen. Nou, wij hadden helaas dat geluk niet in onze let's play. Ik zie dat we op 21 minuten zitten, dus we zitten nou al voorbij de jungle. Dus ik hoop dat we nou zo'n grote boom nog tegen gaan komen. Anders zit ik even met een probleem en moet ik heel eventjes snel iets in-editen en alles. Dus eventjes kijken. Please laat er geen grote boom zitten. Hallo? Goblin Scout. Oké, ja, jij doet altijd zo'n Tetris Cloth. En dan heb ik... Nee, we hebben niet zo'n grote boom, want hier hebben we al de oceaan. Damn! Maar ben ik dus verplicht om een wereld te laten zien? Waar dus... Oh boy. Even kijken hoor. We hebben hier waarschijnlijk weer onderwaterkistjes, maar deze die denk ik niet dat ik ga pakken. Dit is de andere kant van de oceaan, mocht je het nog niet doorhebben. En ik baal hier echt gruwelijk van, want er zit hier namelijk ergens een item die ik dolgraag zou willen hebben. Zo te zien zit hier een kistje. Hier een kistje. Mijn breath gaat op. Oh, hier zit een kistje. Snel looten. Een strandbal. Joepie. Oké. Er zitten twee kistjes, maar ik ga dood. Ik ga dood. Recall potion. Ja, voor de mensen die het nou net even snel zagen. Op het moment dat je dus zeg maar je health kwijtraakt. Of ja, als je erg op is. Dan deplete je health heel erg snel. En ik snap niet waarom dat ik als vier praat. Maar dat maakt niet uit. Goed, dus nou, we hebben de hele wereld hebben we op dit moment geëxploord. Dus, om nog heel eventjes... Ja, wacht even, is dat niet zo'n gigantische boom? Ik zie nergens zo'n gigantische boom, jongens, echt. Het spel wil mij geen gigantische boom geven. Nee, geen gigantische boom, nergens. Nope. Oké, wat we dan gaan doen? Ik zie jullie zo, in een seconde. Nou, ik heb heel eventjes gekeken wat ik kon doen en ik heb eventjes een andere wereld aangemaakt, zeg maar, omdat we sowieso nog een andere wereld nodig hadden om het een en ander te laten zien. Maar dat bewaar ik mooi voor de volgende aflevering. Dus, zonder enig oponthoud gaan we dus eventjes beginnen met de Wall of Comment van vandaag op te hangen. En natuurlijk tussen de afleveringen in zal ik heel eventjes mijn inventory clearen en alles. Maar goed, wij hebben een paar signs nodig. Waar zijn mijn signs? Waar zijn mijn signs? Zo, ja, dan hebben we alvast 13. Ik vind het zat. Nou, wat we dus moeten doen is voor de Wall of Awesome Commons. Zoals we weten... ja, hier moeten we zo springen, dank je. Hier komen nog wat meer mannequins. Hier komen nog wat meer van die wapenschilderijen. Hoe dat ik ze precies gehangen, dat weet ik nog niet. Maar we zouden de Wall of Commons dus zeg maar hier beginnen. Dus hier beginnen we met de Wall of Commons op part 1. Nou, bordjes die kunnen we op verschillende manieren plaatsen. We kunnen hem aan het plafond kunnen we hangen. We kunnen hem op de grond zetten. Dus begin gewoon met aan het plafond te hangen. Je kunt ze langs de muren plaatsen. Dat is het enige. Maar je kan ze dus zeg maar niet in het midden plaatsen. Dus we hangen ze gewoon netjes aan het plafond. Nou, de eerste comment, dat schrijf ik ook gelijk netjes neer. Dit is van episode 1 zou ik neerzetten. Episode 1. De eerste geselecteerde komt van... Ga ik heel eventjes spieken op mijn briefje. Pascal Hermans. En dan komt het leuke, die comment, die heb ik dus zeg maar al mooi hier onder de knop liggen. Die had neergeschreven, dit wordt een geweldige let's play met bunnies. Ik hou van bunnies. Vijver, waar ben je? Vijver. Hij houdt van bunnies. Pascal houdt van bunnies. Ben je nou niet blij? Ben je nou niet een blij konijntje? Ben je nou niet een heel blij konijntje?
Daar dacht ik ook. Dus, met dat dank ik jullie natuurlijk voor het kijken. Morgen komt natuurlijk de comment van part 2. En ja, natuurlijk komen er ook nog borden met de comment van 6, 7 en 8. Dat gaat allemaal vooruit lopen. Dus ik hoop dat natuurlijk wel te doen. Misschien dat ik morgen zelfs 2 bordjes ophang. Dat we een beetje teruglopen naar. En dat ik iets meer opnamesessies doe in de week dan in plaats van 1 keer in de week. Want ja, het is best wel een groot project. Deze opnamesessie alleen al, die duurt ik geloof een uur. Dus ja, dus ik dank jullie sowieso voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk morgen allemaal te zien. Heb je nog vragen, kun je altijd achterlaten in de reacties. Heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties. En ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Dit was Zelda Play 20 en morgen gaan wij dus heel eventjes kijken wat voor boom dat ik nou bedoelde. Gaan wij de corruptie exploren. Dus ik dank jullie voor het kijken en tot morgen. Doei!